Yo, de kijkers van GameWereld.nl, mijn naam is Wessel en welkom bij de 17e aflevering van Stray. Jongens, in de vorige aflevering zijn we hier aangekomen in Middendorp, wat echt een gigantisch gave neonstad is. En, ik kan je laten stroken. Get fucked! Sorry, beetje gemeen. Hoe dan ook, we zijn vorige aflevering aangekomen in Middendorp en wij moesten hier Clementine gaan zoeken. Alleen de stad is zo gigantisch groot dat ik eigenlijk alleen maar op avontuur ben geweest in deze stad. En er zijn een aantal dingetjes waarop ik moet terugkomen. Zo kwamen we te weten dat Bonobot daarachter, die daarachter woont. Dit is dus de lift. En daar wilde ik nog even een kijkje naar nemen. Want, de lift is wel redelijk veel besproken in de vorige hoofdstukjes. Dus, we kunnen de vertalen trouwens. Dat is op zich wel interessant. Toegang tot lager niveau is beperkt vanwege gevaarlijk organisch leven. Dit gebied niet betreden. Oké. Wacht. Dus ze weten wel dat er wat aan de hand is. We kunnen niet trouwens op. Oh, wacht. Ho, eens even. Oh. Alright. Oké, kijk. Dit is... Nu ben ik heel blij dat ik even terug ben gelopen. Zit hier zo'n geheimpje? Zit hier zo'n dingetje? Er moet iets zitten hier, toch? Of is er gewoon alleen een bed? Is er letterlijk enkel een bedje? En een klein beetje een glitch in de kat. Maar ja, dat is leuk. Maar dit kan toch niet alles zijn? Er moet... Nee, dit geloof ik niet. Dit is te fucking random dat ze dit open hebben gemaakt. Nee. Nou, ik kan ook niet over dat gaas lopen, dus dat zit er niet in. Behalve gewoon pitje doen. Dit is toch echt gewoon... Ja, dit is gewoon puur pitje doen. Oké, lekker. Ah, deze inzoom is wel echt bizar cute. Oh, big stretch. Dikke close-up. Heel cute. Oké, we gaan even weer verder de stad in. Tenminste, dat lijkt me enigszins handig. Nee, naar beneden. Is er nog meer wat we hier kunnen vertalen trouwens? Hallo Bonobot, how are you doing? Oh, hij zegt nu wat anders. Die rotzooi die de stad uitblaast is geen grapje. Elke dag doet Neko koop dit meedogenloze werk, maar ik niet. Oké, maar verder biedt de lift dus niet iets heel interessants. Oké, prima. Struikel. Jezus, sorry. Oh mijn god. Het was niet de bedoeling dat je helemaal op je bek zou gaan. Sorry, pik. Oh, sorry, gozer. Laat me jammer om het goed te maken. Werkt dat? Hij struikelt gewoon nog een keer. Hij is net zo onhandig als ik, joh. Oké, dan gaan we even lekker verder de stad in. Want er was nog een tweede dingetje waarop ik terug moest komen. En dat is hier. Want ik ben echt... Nee, dat is... Ja, ik ben echt volkomen achterlijk namelijk. Ik zei de vorige aflevering, doodleuk, 2458 E-Doc. En daar is een kluis. I mean, come on. Hoe ben ik zo fucking dom? Hallo, draai E-Doc eens om. Wat zou het zijn? Zou de code kunnen staan? 2458. Laten we dat even lekker proberen. Hoe kwam ik er ook... Even parcouren. We gaan die kluis even lekker openmaken. Dat is fijn. Digicode gebruiken. 2458. Ik had het nog bijna goed. Dat is wel leuke. Hoppakee. Waarschijnlijk moet hij er andersom. Hop. Ja, want de code was natuurlijk ook andersom. Wat is dit? Dit is... Een badge. Met een katje erop. Wat de frik is dit? Oké, geef eens even hier. Wat een kattenbadge. Nieuw item gekregen. Ja, want het was nog niet duidelijk dat we een kat zijn. Of waarom is de badge aan de glitchen? Wat de frik? Ik vind het wel een beetje jammer dat wij die badges niet kunnen zien ergens. Maar oké. We hebben een badge. Wat we ermee kunnen? Geen idee. Maar dat gaan we vanzelf zien. Wij zijn naar die kant geweest. We hebben met deze luidjes gepraat. Dus nu gaan we gewoon lekker een stukje verder. Deze gozerd. Ja, hallo gozerd. Praten met uitsmijter. Ook met dot. De club is gesloten, oprotten. Hey joh, vind je dat normaal of zo? Waarom zo boos? Ik ga miauwen. Pas op. Ja, pas op. Fuck jou. Wacht maar, een club. Ik wil de club in. Yo, ik wil partyen. What the fuck? Poes een party, let's go. Kan ik jou laten struikelen? Nee. Oh ja. Oh, die... Waarom gaan we... What the fuck? Je zou... waarom gaan ze allemaal op een bek? Hallo. Oh, jij ook, hup. Oh, dit is goud. Oh, dit is gewoon fantastisch. Sorry, dit is echt... Ik vind dit leuk. Over leuk gesproken, kledingwinkel. Hallo. Oh, ik zie dat vestie trouwens. Want die ene guy van die Nekelkorp, die had het over een kledingwinkel. Hij had ze hier gehaald. Oké. Hallo, Gozerd. How are you doing? Mooie bodywarmer heb jij. Ozzy, ben jij een van die snotneuzen die de hele dag naar harde muziek luistert? Licht. Nee? What the fuck? Raakt niets aan. Maak geen geluid, vraag niet om krediet. Maar ik wil krediet. Fuck jou. Oké. Maar deze vestje kunnen... Oh, of we kunnen hem stelen? Ja, stelen. Wacht even. Nee. De eigenaar van de winkel staat erbij. Dat gaat niet werken. Kan ik hem afleiden of zo? Kan ik gewoon dingen? Kunnen we nog meer stelen trouwens? Volgens mij niet. Nou, er is nog een achterkamertje. Laten we eens even kijken wat hier is. Er is hier een mon. Hallo mon. En een dingetje. Oh, item insteken.
Oh. Oké, we moeten dus waarschijnlijk even een cd'tje vinden met harde muziek en die daarin gooien. Zodat... Oh, en dan wordt hij afgeleid en dan kunnen we de jassies delen. Let's go. Oké, cool, cool. Kan ik met jou praten trouwens? Nee, het ziet er goed... Waarom doe je dat pashokje niet even dicht? Ik voel me sneaky. Ik voel me glurig. Ik ben stiekem wel benieuwd wat er gebeurt als ik dat jassie nu steel. Ja, niet slim, niet slim. We gaan even door. Goedemorgen, wie ben jij? Hallo, Kamok. Het is de meest trendy winkel in Middendorp, maar de winkelier is redelijk chagrijnig. Oh, you don't say. Foto? Wat een mooie foto is dat. Is dat het adres op? Oh, je zegt hetzelfde als die ene morgen. Oké, ja, dankjewel. Maar oké, het is redelijk... Hallo, hologram. Het is redelijk aannemelijk dat de residentie waar Clementine dus in zit... gewoon een soort flatgebouw is. Maar goed, dat zullen we uiteindelijk ook wel zien. Kunnen we nog even stilstaan hoe ziek dit eruit ziet? I mean... Oh. I like it. Stop nou met fucking struikelen. Al die dingetjes ook, joh. Al die plaatjes en zo. Het is zo leuk. Hallo meneer, wie ben jij? Je hebt een leuke hoed. Sorry, de winkel is gesloten. Ik wacht op de bezorgers, maar het lijkt erop dat ze er de tijd voor nemen. Winkel. Wat is deze winkel? I don't know. Foto? Wat is dat voor foto? Oh, ik ken het. Dit is een van die mensen die geobsedeerd is door de buitenwereld. Ja, hallo. Vind je het gek? Hey, ik zie... hallo. Dit is een adres. Maar wij moeten naar 3-5. Alright. Oké. Er zijn dus... Oh, wacht, dit is de hoedenwinkel. Oh. Dat hoedje. Oh, oké, we moeten dus gewoon die hele outfit stelen. Even kattenkwaad uithalen, jongens. Let's go. Kunnen we hier naar binnen? Wat is deze? Oh, ik weet niet wat dit is. We kunnen hier naar binnen, though. Wat is hier aan de binnenkant? Een bank. Een bank is altijd leuk. Oh, de capper. En funky muziek. Hello, capper. Can you cap me? Kan je me kappen? Kan je me... Wat? De stylist. Weet je, werk is werk, Sleepy. Maak je geen zorgen. Deze guy is cool. Oh ja, Clementine. Ze is hier een keer geweest. Waarom vraag je dat? Je hebt de adres op de achterkant. De residentie ligt aan je rechterhand als je mijn winkel verlaat. Oh, deze guy is wel behulpzaam. Dikke beat, vriend. What the fuck? Oh, dit is een heel sneaky plekje. Wat? Oh, ja. There we go. Oh, ik kan verf gooien. Maar geheimpie. How about a close-up? Dit is wel één sneaky plekje, though. Ik ben wel benieuwd wat dit is, trouwens. Maar oké, we gaan het zien. De kapsalon was een sociale hub waar mensen zich verzamelden. Ze praten, vertelden grappen, deelden geheimen. Het was een leuke plek. Zelfs nadat de mensen waren vertrokken, bleven de metgezellen maar winkelen. Blijkbaar is hoofdhaar geen noodzakelijk ingrediënt voor een succesvolle kapsel. Nu je het zegt, inderdaad. What the fuck knippen ze? Wacht, hè? Geheugen gevonden, kijk, nice, dat is top. Dat is heel goed. Oké, maar wat wordt er geknipt? Wacht even, heb je je kopie eraf? Wacht. Wordt jouw kopie vervangen, vriend? What the fuck? Hey Bert, er zit een banaan in je oor. Dus een schroeven draaien, maar dat maakt niet uit. Oh. Maar hoofd, hallo, Slippy. Wat is dat voor vreemd gevoel? Ja, vriend, je kop ligt eraf. Ik weet niet, maar dat misschien? Kunnen we hier ook gewoon sneaken? Oké, we kunnen hier sneaken naar buiten, juist. Is er in de achterkant van de winkeltje nog iets? Nee, zeker niet. Gereedschap, oké. Okay. Wacht even, ze hebben hier gewoon een... Ze hebben gewoon een catalogus aan kopies. What the fuck, Siren Head? Yo, Siren Head in Stray confirmed? What? Yo, deze gozer, hallo. Oh, hij schrikt. Oh, hij snapt het niet meer. Ik mag gewoon chill bij hem liggen. Yo, ik mag gewoon chill bij deze gozer. Deze gozer is chill. Deze gozer is een chille gozer. Maar het is er tijd om te pitten. Het is tijd om Clementine te zoeken. Big stretch op zijn buik. Sure, waarom niet? Lamp. Hé, wacht, hier kwam... Oh ja, we hadden deze ook gezien inderdaad. Omdat we uit dit steegje kwamen. Hé, dat is een straatnaam. Lijkt mij. Jazeker. Oh ja, bijna vergeten. We kwamen erachter dat Clementine een outlaw is in deze stad. Wacht, is dat het juiste... Dat is het juiste straatnaampje toch? Of ben ik nog gek? Ja. Oh, oké. Daar zit Clementine dus. Goed om te weten. Very nice. Oké, maar we gaan eerst even naar deze rode plekje. Het is hier gezellig. Is dit een museum? What the fuck? Met enkel en alleen dezelfde... Nou, bijna dezelfde dingetjes. Oh, pooltafel. Come on. Go. Ja, let's go. Vriend, zit jouw hoofd nou verkeerd om? Wat heeft de stylist jou aangedaan, vriend? Jouw kopie zit verkeerd om. Ras input. Wat? Ik heb geprobeerd om een aimbot te downloaden en de beste in het spel te worden, maar uiteindelijk kreeg ik malware. Oké, leuk. Ik weet niet waarom, maar alles lijkt nu vreemd. Oh. Je bent gehackt, mijn jongen. Jij ziet er sketchy uit. Wat heb jij in je jasje zitten, vriend? Ik heb alle spellen geleerd die bestaan, maar ik weet niet hoe dit werkt. Wat bedoel je, vriend? Zie ik hier niet het hele plaatje? Wat vind je van deze foto? Ik heb de meisje eerder gezien, denk ik. Ze was op zoek naar informatie over allerlei hele oude machines. Vreemd. Wat valt er niet te snappen aan Poel? Wat vind jij trouwens van de foto? Mooie foto, ik heb een meisje eerder gezien, denk ik. Ze was... Ik wil op de bar. Jij hebt hetzelfde pakje als Jacob. Vond Jacob een coole gozer. Wacht, wie ben jij? Mimut. Ik weet het niet, Tonin. Ik vind alles wel lekker. Ik onderbreek een hele gesprek gewoon. Maakt niet uit. Mooie... ze zeggen allemaal hetzelfde. Wat gaat er vandaag worden, meneertje? Onze wereld moet er reusachtig uitzien vanuit jouw kleine oogjes. Ik zou willen dat ik net zo klein was als jij. En dan kon ik nieuwe verborgen plekken verkennen. I mean, sure. En je bent een barman, die hebben altijd meer te vertellen. Ah, jij niet. Oh, wacht. Ze woont toch in de residentie.
mensen. Ja, 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 oké. Mijn favoriete drankje is olie. En het jouwe? Oh, en jij bent een sterrengozer. Oké, okay, cool. Zoveel gelukskatjes. Kunnen we hier nog wat leuks doen trouwens? Oh, de kleine zentuin of wat is dit? I don't know. Kan ik hier bovenop? Oh, is hier een gek dingetje? Iets, maybe? De kat heeft Parkinson gekregen. Oké. Okay. Van wie is die hoed? Ik wil die hoed hebben. Oh, is er misschien wat achter de bar? Maybe, maybe, maybe. Nee, koelkast? Nee. Nou, er is hier niet heel veel. Oké, okay, we gaan lekker verder. Ik verblijf jullie even met de nieuwe muziekje. Oké? Okay? Alsjeblieft. Kan hem aan. Jullie zitten ook lekker te chillen. Wat zijn jullie aan het doen? Is het niet gaaf? Dus rustig. Ik denk dat ons niets ergs kan overkomen. Wat zit jij te smoken, vriend? Wow. Inhaleren kan je leren. Ik ken haar. Vroeger, volgens mij woont ze hier. Ze had het altijd... Ja, verdorie. Oh nee, is er wel wat anders. Ze had het altijd over het verlaten van de stad. Ik snap het niet. Het is hier geweldig. Waarom zou je weggaan? Hé, wat is je naam trouwens? Yo, mama! Als deze guy fucking mama heet, ga ik en dan ben ik weg. Mo, yo, mo. Bijna. Fluit. Fluit, geluid. Ik kan jou helemaal niks laten. Okay. Ik kan vrij weinig met jou. Dat gebouw is geloof ik erg groot, vriend. We zaten ook naar dit gebouwtje te kijken. Eens kijken wat hier is. Volgens mij is hier niet heel veel, want dit zit op slot of zo. Steeg. Ik hou van donkere steegjes, dus we gaan even lekker hier naartoe. Hallo? Oh. Dit is een dingetje waar ik niet in kan, verdorie. Wacht eens even. If I do not mistake, is dit het symbool van de buitenwereld. Dus wat is hier? Na de helm met de surveillanten. Lang leven de buitenwereld. Dus ook. Juist. Oké. Okay. Interessant. Oké. Zal Clementine dit gemaakt hebben? Ik vermoed het. Oké, hoedenwinkel zit dus dicht. Kledingwinkel hebben we een dingetje voor nodig. Maar hier is ook een winkeltje. En ik heb geen idee wat dit is. Maar even loeren toch? Ja, is er een muziekwinkel of zo? Oh, jij bent cool. Jij lijkt op Morusk. Ben jij gewoon... Ik miauw in je gezicht. What the fuck is dat kopje? Hallo, wie ben jij? Bibidaba. Met Bibi. Kan ik vanavond voor je doen, chef? Ik vind het een apart gebouwtje. Kun je me niet met echt geld betalen? Huh? Ik krijg hele rare ideeën bij deze dame. Oh, vertalen. Hé, wat is dit? Dat zit aan de buitenkant. Waarom kan ik iets aan de buitenkant vanuit de binnenkant vertalen. Kom maar door, wat is deze dagmenu droge lucht en kom hete olie. Extra kwaliteit. Sure. Oh, wat kan ik met jou doen? Kloink. Oh, teleporteer naar dat beentje. Oh ja, ik heb ze hard voor over. Let's go. Oké, okay, hallo Koenie. Ik liep net bij de lift toen de surveillanten naar me begonnen te schreeuwen. Jarenlang hebben we gehoord dat de oppervlakte onbewoonbaar is. We accepteren dit gewoon. Maar waarom? Wat is dit? Oh, wat een mooie foto. Ze komt me bekend voor, maar ik weet het niet zeker. De laatste tijd is mijn harde schijf een beetje buggy. Het spijt me, ik kan je niet helpen. Je moet het aan iemand anders vragen. Verdorie, jij dan. Hallo, meneer Wins Koenie. Weet je wat, vriend? Blijf uit de buurt van de surveillanten. Ze zijn gemeen en ze hebben mijn vriend Pablo. Hij heeft 350 jaar, dus wees voorzichtig. 150 jaar, makker. What the fuck? Oh, Clementine, als ik jou was, zou ik dit meisje niet willen vinden. Het is slechts een kwestie van tijd voordat ze wordt gepakt door de surveillanten. Maar als je rond blijft vragen, zul je haar vinden. Vergeet alleen niet dat je ook problemen zult tegenkomen. Het enige probleem in deze stad, dat ben ik. Kloink. Wow! Kloink, 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 alles kapot. Frituur, frikadeel. Ah, we kunnen hier niet zo heel veel, geloof ik. Tijd om weg te gaan. Eens even kijken, die kant hebben we gehad, deze kant hebben we, nou ja, behalve dat stukje gehad. Wij hebben alleen dan nog deze, oh, dat zijn drones. Gaan we dat, we gaan naar de drones. Wij hebben B12, zij hebben normale drones. Wij zijn sowieso beter, toch? Dat moet kunnen. Oh, what the frick, joh. Lijkt me niet dat ik hier naartoe kan. Kan ik het proberen, of oh, nee, oké. Okay. Die werkt niet, jongens. Die werkt niet. Als ik daardoor moet ontsnappen, vind ik het wel heel cool, eigenlijk. Nee, ik kan niks vertalen hier. Wie ben jij? Hallo, gozer. Een leuk bakkie, joh, weer. Potverdikkie. Vredestichter, blabla. Ga niet verder. Toegang tot de buitenwereld is strikt verboden en de lift is buiten werking gesteld. Het exterieur is onveilig. Ga niet verder. Ik kan iets met jouw been. Word je ook blij met mij? Ga weg. Ga weg. Je bent een beetje bang. Kan ik jou gewoon neerhalen door je te knuffelen of zo? Wat een aparte gozer, maar ik kan niet met jou praten. Oh, hallo. Ah. Oké, maar we kunnen hier natuurlijk bovenop. Kunnen wij hier... Oh, ja. Oh, nou. Die drone gaat er verder. What the fuck? Wacht, kan ik met de drone mee? Als ik nu tegenaan blijf knuffelen, dan... Oké, dat weet ik niet. Ik denk dat wij het meeste wel gehad hebben. Dus ik denk dat wij gewoon lekker naar het stukje van Clementine gaan. Ik denk dat we gewoon lekker naar de residentie gaan. En dan gaan we even kijken of wij Clementine kunnen vinden. Want ik hoop het. In ieder geval, dit is... kunnen we hier nog wel vertalen? Oh, jazeker kunnen we dat. Hey, hallo DJ Matt Key. Bij de Goro 2 Club. Is dat nou niet gewoon Goro Goro? Ah, no. DJ Matt Key, geen idee. Wie de frik is dat? Matt Key. Is dat niet... dat is die dame. Dat is deze mevrouw, toch? Of ben ik nog gek? Ja, toch? Nou, je bent met Biep. Ah! Ik ben geprankt. Nog eentje? Nee. Dit is de residentie. En dit lijkt inderdaad op een flatgebouwtje. Right. Met een hek. Oké. Okay. Het is hier nog best
enigszins druk. Oh, camera's. Oké. Wacht, ze werken. Knik naar mij. Ik miauw, maar hij werkt niet. En waarom wil jij zo graag de aandacht van die camera? Nou, daar gaan we volgende aflevering achter komen. Jij hebt trouwens het Siren Head kopje. What the fuck? That shit creepy. What the fuck? hoe gaat het met je? Volgens mij ben je blij. Of niet? Daar gaan we de volgende aflevering achter komen. Want jongens en meisjes, dames en heren, dit was hem voor deze aflevering. Ik moet even een andere positie gaan zoeken. Want dit ziet er raar uit. Oh, appartement 1. Oh, verdieping 1, appartement 1. Oké, we beginnen gewoon lekker bij het eerste huisje volgende aflevering. Jongens en meisjes, dames en heren, ik wil jou weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Stray. We hebben echt de camper ontmoet. Maar het belangrijkste moet nog komen. En dat is de volgende aflevering, Clementine ontmoeten. En dan moeten we even 2 verdiepingen omhoog. Maar als het goed is, zit ze daar in de buurt. En dat zou hartstikke mooi zijn, want ik wil heel graag weten wat de fuck er in deze stad gaande is. In ieder geval, ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en bedankt voor het abonneren. En hopelijk zie ik jou weer terug bij een nieuwe video hier op GameWereld.nl. Kat. Precies. Jongens, later.